Ik ben eigenlijk door mijn schoonvader zaliger Jeff Merks en voormalig voorzitter Oscar Willems in de politiek terechtgekomen. Zij beiden hebben mij getoond dat de plaatselijke politiek de beste manier is om voor de eigen gemeenschap iets te doen. En dat was precies wat ik wou. Mijn steentje bijdragen aan de gemeenschap en medemensen helpen. In 1994 stel ik mij voor de eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd verkozen. In 2000 deed ik opnieuw mee. Toen werd ik voorzitter van de OCMW. Daar kon ik mijn wens realiseren, namelijk ten dienste staan van de plaatselijke gemeenschap. Het belangrijkste wapenfeit van de periode 2000-2006 is zonder enige twijfel de nieuwbouw van het kinderdagverblijf aan de Glabbeekse Steenweg. Eindelijk werd er iets gerealiseerd voor de werkende mens, voor de twee verdieners met kleine kinderen. Na de verkiezingen van 2006 beland ik samen met mijn partij Open VLD in de oppositie. Hierdoor zit ik nu opnieuw in de gemeenteraad en volg ik nog steeds nauwgezet de sociale problematiek en de financiën. Ik hoop na 2012 nog eens de kans te krijgen om deel uit te maken van een bestuursploeg die daadwerkelijk het beste voor heeft met de inwoners van onze gemeente.